van het jaar 2023. Wat is er nu eigenlijk allemaal veranderd? Zeg het eens. Mei 2023 ook besloten om Ralf te verkopen. Onze grootste angst is ook waarheid geworden. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Het is al een hele lange tijd geleden en wij gaan jullie bijpraten over het jaar 2023. Wat er allemaal is gebeurd, want wij hebben heel lang geen video's meer geüpload. En wij zijn terug begonnen met Flo. Als je ons nog niet kent en je bent nieuw, ik ben Luna. En ik ben Miguel. En wij maken vlogs over het leven van onze paarden op onze Pedo Paradise die wij in 2022 gestart zijn. Voor de nieuwe kijkers die ons nog niet kennen. Wij hebben ooit al eens een voorstelvideo gedaan die we nu in het i'tje gaan zetten. Dus als je nieuw bent, ga die eerst eventjes kijken en dan ben jij up-to-date. Zoals Luna al zei, hebben we in 2022 de kans gekregen om ons eigen weide in beheer te krijgen voor een paddock paradise op te bouwen. Dat hebben jullie allemaal kunnen volgen door middel van vlogs dat wij gemaakt hebben, gefilmd hebben, onze opbouw, wanneer dat we de palen aan het zetten waren voor het eerst, hoe dat het er vooruit zag, wat dat we allemaal hebben opgemaakt, de tegenslagen dat we hebben gehad. Want dat waren er heel veel. Rotte palen allemaal. We zijn helemaal van nul moeten beginnen. En er was echt niks op ons weiland. En ja, het grotendeel hebben jullie al kunnen zien. Maar in 2023 zijn wij ook gewoon verder gegaan met het opbouwen van ons Paddock Paradise. En wat is er nu eigenlijk allemaal veranderd? Zeg het eens. Ja, om te laten zien wat er allemaal veranderd is, kan ik jullie beter even meenemen naar de Paddock Paradise zelf. Dus daar gaan we nu naartoe. Hoi allemaal. Ik neem jullie dus mee naar de nieuwe dingen op de Paddock Paradise. Het is ook alweer een jaar geleden dat we een video hebben gemaakt. Inderdaad, dus op een jaar tijd is er wel heel veel veranderd. Onder andere het bord achter mij. Dat hebben we nu in het tuinhuisje gezet. Hier in het tuinhuisje hebben we nu ook een zadelkast. Oh. En elk paard heeft een fotootje. Hij is goed genoeg voor de zadels en de halsters en alles toch te kunnen omhoog houden. Vorig jaar waren die deuren kapot. Ik had die toen gemaakt met plastic. Die deuren die zijn vervangen door deze deuren. En deze deuren zijn nu ook al kapot. Want we hebben nu die deuren. De roofing op het dak ook al moeten vervangen. Ik heb dat samen kunnen doen met een goede vriend van mij. Maar ja, dat was niet simpel. Als wij naar buiten komen. Tadaa. Hier heb ik een terras gemaakt. Ik heb deze gratis van iemand gekregen. Maar dus ook een zithoek. En in die zithoek heb ik dus een klein bankje gemaakt van paletten. Dit wordt een tafeltje. Maar misschien dat ik dan nog een bekken ga afschuren. En hier in deze paletten ga ik nog plantjes planten, maar dat is voor in de lente. Herinneren jullie die steendallen nog, die dat we eigenlijk naar hier moesten brengen, bij de moeder van Luna stonden, die zijn we ondertussen ook gaan halen. Daarmee wouden we eigenlijk de stal een beetje ophogen. En ik was daarmee bezig met die stal op te hogen en dat was goed aan het komen. En het was nog droog, maar toen begon het te regenen en het heeft niet gestopt met regenen. Ik heb het niet kunnen afmaken, dus het ziet er nu zo uit. Ik heb maar een deeltje van de stal kunnen afmaken. En doordat het niet gestopt is met regenen, hebben we hier dus op dit moment een modderprobleem. Oh, maar wacht, ik weet wat jullie denken. Oké, hier van voor is heel veel modder. Maar niet overal op de Paddock Paradise is het zo modderig als hier van voor. Daar op het galoppad, van achter, daar is het gewoon droog. In de roundpen in het midden, daar is het ook droog. Het is jammer. Ik vind het ook raar dat het nu dit jaar wel is en vorig jaar niet. Want als ik kijk naar de beelden van vorig jaar, daar was het gewoon glibberig. En nu zitten wij hier van voor vast in de modder en dat is verschrikkelijk om te mesten. Ook dit is nieuw. Hier hadden wij de bal hangen, de roze bal, waar dat ze hooi uit kon eten. En die hebben ze ondertussen al kapot gemaakt. Hiernaast heb ik een kleine mineraal. Ik wil dat nog uitbreiden met meerdere stenen en naar hier met meerdere emmers. Waar dat ik het afgelopen jaar ook mee bezig ben geweest zijn plantjes kweken en planten. We hebben planten gekocht bij
Lucky's, Paddock Paradise, amandelwilg, bitterwilg. Van die plantjes dat ik daar heb gekocht, heb ik ook nieuwe planten gekweekt door ze in water te zetten. En die heb ik nu ook geplant. Je ziet het niet zo goed, omdat het nu ook winter is. Maar in de lente gaan die echt heel mooi uitbloeien. Ook heb ik hier al de eerste rij braambessen geplant. Oh ja, en als versiering heb ik kasseien langs de rand van de paddock gezet. Het is de bedoeling dat die kasseien echt heel die weg van de Paddock Paradise gaan afschermen. Dan hebben we ook nog deze prachtige oude picknicktafel die dat ik een keer moet maken, repareren. Deze komt in het bosje te staan. Maar die plannen is voor een andere video. Het lijkt niet veel. Trust the process, zou ik zeggen. Dan maar terug naar huis. En dan gaan we verder met de praatvideo. Zie jullie daar. Even tussendoor. Weten jullie nog, in een van onze vlog hebben wij gezegd dat wij kittens zijn gaan ophalen van Dierenbescherming Mechelen. Wij zijn als kittenopvang door het leven gegaan in 2022 om opvangertjes te zijn. En dat waren super kleine, schattige popfles kittens. En ja, twee daarvan hebben we erbij gehouden ondertussen. Van zo klein. En dat zijn nu grote katten geworden. Ah, dit zijn ze nu geworden. En dat zijn deze kleine stokkers. Dit is Jules en dat is Jotta. En Jotta is een echt babytje. En Juleken is een echte dief. Oh, ja. Die zou het eten uit de mond kunnen stelen. Ga maar weg, meisje. Pla, de ster van de video, vriend. Oh, oh. Lieve Jotta. Ah, mijn thee. Ja, zij mag blijven. Oh, die houdt van alle aandacht. Ja, maar dat te bedenken dat die maar 85 gram wogen. Zo klein. En nu knappe mooie poes geworden. En dan gaan we weer verder met het recappen van 2022/2023. Ja, twee jaar. Bijna twee jaar. Ja, het is bijna twee jaar dat we zijn begonnen eigenlijk. Toen, twee jaar geleden. Doei. Doei. Herinner jij je nog wanneer dat ze zo voor het eerst aankwamen? Ja. 2 augustus 2022 was de dag dat onze paarden eindelijk naar onze eigen plek konden verhuizen. En wat was dat voor een dag? Zo bijzonder, zo speciaal. Want toen is ook Ralf erbij gekomen. Ah ja, misschien moeten we dat even laten zien. Ja. Oh, wel, dat gaan we nu laten doen. Ja, ik vond het wel bijzonder omdat ze dan eindelijk, waar we zo hard voor gewerkt hebben, omdat er zoveel mis was, konden ze eindelijk staan. Dat is er. Oh my god. Een boekje. Hi. Nee, dat is niet voor jou. Oké, waar zaten we? Wanneer dat we geëindigd zijn in 2022 met vloggen, herinner je je vast nog het paard Bo dat bij ons is komen staan? Die is vorig jaar, in april is die vertrokken. We gaan het daar verder niet over hebben, want dat is iets tussen de eigenaar en ons. Uiteindelijk is er dan nog een ander pensioenpaard bijgekomen. En dat was Samurai. Een heel fijn paard. En uiteindelijk, in augustus 2023, hebben wij besloten om even een pauze te nemen van pensioenpaarden. Uiteindelijk is Samurai dan ook vertrokken en hebben wij in mei 2023 ook besloten om Ralf te verkopen. En Ralf is dus mee vertrokken met Samurai, want die zijn naar dezelfde eigenaar gegaan. Ja, die eigenaar heeft Ralf overgekocht. En het leuke is dus dat ik Ralf nog eigenlijk vrij vaak kan zien, want ze staan heel dicht bij ons. En dat gaf mij wel een heel goed gevoel. Nog voor Ralf verkocht is, hebben wij onze eerste eigen fjord gekocht en dat is Tara. Ah, Tara, ja.
Tara is er gekomen omdat ik heel slecht in mijn vel zat. Omwille van Abel. En Abel is nog altijd mijn dikke beste vriend. Die is er ook nog altijd, maar die is nog altijd niet officieel van mij. En dat knaagde heel hard aan mij. En toen gingen we eigenlijk op zoek naar een fjord. Ik wou een rode fjord. Net zoals, bijna dezelfde, zoals Abel. Maar die waren heel schaars. We hebben 3 uur gereisd van België naar Nederland. In het hele noorden, diep in Drenthe. Om daar Tara te gaan kijken. En het was heel liefde op het eerste gezicht. En eigenlijk de dag erna hebben we al besloten om haar te kopen. En ja, een week later is ze al aangekomen. Echt een heel lief paard. Echt een mammetje. Ja, ons Tara-meisje. Oh, zo schattig. Maanden later is er dan nog een ander paardje op ons pad gekomen. Maanden later. In april 2023, jongen. Dus Tara is gekomen in februari. En in april is Unola geboren. Oh, wel een paar maanden later dus. Anderhalve maand later. Anderhalve maand later is uiteindelijk Unola geboren. En dat was een fjord wat ik heel graag wilde. Dat was echt mijn droompaard. Ook zo'n lieve schat. Maar ja, mijn droom was altijd om een gulbleck fjord merrie te hebben, zodat ik er later mee zou kunnen fokken. En omdat ik dan ja, mijn eigen paard, mijn eigen fjord zou hebben. Want ik had toen op dat moment enkel First en Half, die we dan verkocht hebben, en First en Tara. Mm-hmm. En ik denk dan veel te veel aan de toekomst van, stel dat Abel hier ooit weggaat, dan is het nog First en Tara. Stel dat First dan overlijdt, zou Tara alleen te komen staan. Dus ik heb daar bewust over nagedacht. En tja, toen Lola geboren werd, heb ik direct naar de fokker gestuurd van, kijk, reserveer haar maar, ik wil eerst eens komen kijken. En het grappige is, ik heb Tara gekocht bij de fokker van Unola. Ja. Dat was zo bijzonder. We hebben dus bij één en dezelfde persoon twee paarden gekocht vorig jaar. En ja, voor mij voelde het wel echt aan alsof dat het meant to be was. Dus. Ook al hebben we daar heel veel commentaar op gekregen. De details bespaar ik jullie. Maar ik kan wel zeggen dat dat heel veel pijn deed, omdat wij gewoon bewust hebben gekozen voor Unola en voor Tara. En niet met de bedoeling om paarden weg te doen of plaats te maken voor andere paarden. Ook al is dat wel gezegd geweest. En dat wil ik even ter verduidelijking brengen. We hebben nooit beslissingen gemaakt om paarden weg te doen. Het is gewoon op ons pad gekomen en we hebben die kansen gegrepen. En so be it. Eigenlijk hadden we alleen Abel en First en Ralf, maar Ralf is dan verkocht. Dus Tara en Unola zijn echt onze paarden. En het was zo dat er niemand achterbleef, want onze grootste angst is ook waarheid geworden in 2023. Onze First, die is overleden. Die is helaas overleden. Maar daar willen wij een hele andere video aan wijden. En vandaar dat wij ook deze video zo willen eindigen, want die komt volgende week dan online. Ja, wij willen gewoon een hele video aan verspreiden. Wil je die video nu niet missen? Vergeet dan niet te abonneren, dat is helemaal gratis. En vergeet geen duimpje omhoog te doen op deze video en dan zien wij jullie volgende week terug. Oh, doei! En nog fijn nieuwjaar! En nog een gelukkig nieuwjaar! Daag!